Les 1: Plannen voor boodschappen. Hallo daar. Ga je naar de supermarkt? Ja, ik moet een paar dingen ophalen. Hoe zit het met jou? Ik zou ook een paar items kunnen gebruiken. Vind je het erg als ik met je meedoe? Helemaal niet, John. Het zou geweldig zijn om wat gezelschap te hebben. Heb je een boodschappenlijstje? Ja, ik heb een lijst gemaakt om ervoor te zorgen dat we niets vergeten. Dat is slim. Ik zou ook moeten beginnen met het maken van lijstjes. Het helpt om georganiseerd te blijven en impulsaankopen te voorkomen. Absoluut. Welke spullen heb je nodig? Ik heb melk, eieren, brood en wat verse groenten nodig. Ik zal die ook aan mijn lijst toevoegen. Nog iets anders? Ik heb ook kip, pasta en tomaten uit Blik nodig. Ik heb het begrepen. Ik zal die items ook noteren. Is er iets specifieks waar je naar op zoek bent? Ik heb bakolie, rijst en yoghurt nodig. Ik zal die items aan onze lijst toevoegen. Nog iets anders? Oh, ik was het bijna vergeten. Ik heb ook koffie en ontbijtgranen nodig. Geen probleem. Ik zal ervoor zorgen dat ik ze ook bijvoeg. Bedankt, Anna. Ik waardeer je hulp. Je bent van harte welkom, John. We kunnen elkaar helpen. Zullen we nu of later gaan? We kunnen nu gaan als je er klaar voor bent. Perfect. Laten we onze koffers pakken en eropuit gaan. Vergeet je masker en herbruikbare boodschappentassen niet. Bedankt voor de herinnering, Anna. Veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijk. Absoluut, John. Laten we verantwoorde shoppers zijn. Ik ben blij dat we samen gaan. Het maakt de taak leuker. Daar ben ik het mee eens, John. Winkelen met een vriend is altijd beter. We gaan naar de supermarkt. Inderdaad, John. Laten we onze boodschappenlijst afvinken en kopen wat we nodig hebben. Bedankt dat je me hebt uitgenodigd, Anna. Het is altijd een plezier. Het is mij ook een genoegen, John. Laten we deze boodschappentrip een fluitje van een cent maken. Samen kunnen we de kruidenierswinkel veroveren. Absoluut, John. Laten we deze taak aanpakken en alles krijgen wat we nodig hebben. Op naar een succesvolle en efficiënte winkeltrip. Proost, John. Laten we ervoor zorgen. Inderdaad, Anna. Laten we die kruidenierswinkel gaan veroveren. Les 2: Opstarten, verbonden blijven. Blijf verbonden. Zijn er oplaadpunten in de buurt? Ja, John. Er zijn oplaadpunten beschikbaar in de buurt van de ziethoek. Dat is handig. Ik moet mijn telefoon opladen terwijl we genieten van onze koffie. Het is altijd een goed idee om onze apparaten op te laden, vooral als we onderweg zijn. Absoluut. Een opgeladen telefoon zorgt ervoor dat we verbonden kunnen blijven en toegang hebben tot informatie wanneer dat nodig is. Daar ben ik het mee eens, John. Onze telefoons zijn essentiële hulpmiddelen geworden in ons dagelijks leven. Vind je het erg als ik een van de stopcontacten gebruik? De batterij van mijn telefoon is bijna leeg. Helemaal niet, John. Maak gerust gebruik van een van de verkooppunten. Ik heb voorlopig genoeg batterij. Bedankt, Anna, ik waardeer het. Het opladen duurt niet lang. Neem de tijd, John. Ik heb wat werk te doen, dus ik zal het druk hebben. Ik zorg ervoor dat ik mijn telefoon in de gaten houd tijdens het opladen. Dat is een goed idee. Het is altijd het beste om onze spullen op openbare plaatsen in de gaten te houden. Veiligheid en beveiliging zijn belangrijk, zelfs als we gewoon onze apparaten opladen. Absoluut, John. We moeten altijd rekening houden met onze omgeving. Het is fascinerend hoe de technologie is geëvolueerd om ons deze handige oplaadopties te bieden. Ja, het is verbazingwekkend hoe we nu gemakkelijk laadpunten kunnen vinden in openbare ruimtes. Het is een klein maar belangrijk gemak dat ons helpt verbonden te blijven. Inderdaad, John. Onze apparaten spelen een cruciale rol om ons verbonden te houden met de wereld. Ik ben dankbaar voor de beschikbaarheid van oplaadpunten in plaatsen zoals deze koffieshop. Het is absoluut een doordachte functie voor klanten. Het moedigt mensen aan om langer te blijven en van hun tijd te genieten. En het is een geweldige kans om te ontspannen. Onze apparaten op te laden en een kop koffie te drinken. Dat is de perfecte combinatie, John. Technologie en een goede kop koffie gaan hand in hand. Hier is het OM verbonden te blijven en te genieten van de kleine gemakken die ons dagelijks leven verbeteren. Proost, John. Mogen we altijd oplaadpunten vinden wanneer we die nodig hebben? Absoluut, Anna. Laten we energiek en verbonden blijven terwijl we door de digitale wereld navigeren. Les 3. De sensatie van ontdekken. Klinkt als een plan. Ik vind het geweldig om iets speciaals te vinden. Ik ook, John. Een boekwinkel verkennen is altijd een heerlijke ervaring. Laten we beginnen met het doorbladeren van de verschillende secties en kijken wat onze aandacht trekt. Dat is een geweldig idee. We weten nooit welke verborgen pareltjes we zouden kunnen ontdekken. Ik ben vooral geïnteresseerd in het vinden van één tot nadenken stemmende roman of een inspirerende biografie. Ik voel me meer aangetrokken tot poëzie en zelfhulboeken. Ik vind het heerlijk om wijsheid te vinden in het geschreven woord. Het is fascinerend hoe boeken ons naar verschillende werelden kunnen brengen en onze perspectieven kunnen verbreden. Absoluut, John. Boeken hebben de kracht om onze verbeelding te prikkelen en ons begrip te verdiepen. Laten we de tijd nemen en ons onderdompelen in de schappen vol literaire schatten. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Het is alsof je aan een literair avontuur begint. Ik geniet van de sereniteit van boekwinkels. De rustige sfeer stelt ons in staat om ons te concentreren en te ontdekken. Het is een toevluchtsoord voor boekenliefhebbers, een plek waar we onszelf kunnen verliezen in de bladzijden. En de geur van boeken draagt bij aan de unieke charme van de boekwinkelervaring. De geur van inkt en papier roept nostalgie op en wekt een gevoel van verwachting op. Ik vind het geweldig om een boek te vinden dat op persoonlijk vlak bij me paast. Dat is het mooie van boekwinkels, John. Elk bezoek biedt de mogelijkheid voor een zinvolle ontdekking. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om de grenzeloze wereld van de literatuur te verkennen. En ik ben dankbaar om deze ervaring met je te delen, John. Samen is het altijd leuker. Dit is de sensatie van ontdekken en het plezier om iets echt speciaals te vinden. Proost, John. Mogen ons boekwinkelavontuur ons naar buitengewone boeken leiden? Absoluut, Anna. Laten we de magie van boeken omarmen en ze ons laten inspireren en verhelderen. Les 4 Power on the Go: Ik denk erover na om een draagbare oplader voor mijn telefoon te kopen. Dat is een slim idee, John. Een draagbare oplader kan een redder in nood zijn als je onderweg bent. Ik merk vaak dat mijn batterij bijna leeg is als ik onderweg ben. Met een draagbare oplader hoef je je geen zorgen meer te maken over het vinden van een stopcontact. Dat is precies waarom ik erin wil investeren. Het biedt gemoedsrust en gemak. Zorg ervoor dat je er een zoekt met een hoge capaciteit, zodat je je telefoon meerdere keren kunt opladen. Goed punt, Anna. Ik wil een draagbare oplader die me de hele dag kan ondersteunen. Houd ook rekening met de grootte en het gewicht. Je wilt dat hij compact en gemakkelijk mee te nemen is. Zeker. Draagbaarheid is cruciaal. Het moet comfortabel in mijn tas of broekzak passen. Een ander kenmerk waar u op moet letten, is de snellaadmogelijkheid. Het bespaart u tijd en zorgt ervoor dat u snel weer in actie kunt komen. Snel opladen zou fantastisch zijn. Ik wil niet uren wachten tot mijn telefoon volledig is opgeladen. De meeste draagbare opladers hebben meerdere poorten, zodat je meerdere apparaten tegelijk kunt opladen. Dat is een groot voordeel. Het is handig als ik zowel mijn telefoon als tablet moet opladen. Lees voordat u een aankoop doet de beoordelingen en vergelijk verschillende merken om het product te vinden dat het beste bij u past. Onderzoek is essentieel. Ik wil er zeker van zijn dat ik een betrouwbare en duurzame draagbare oplader aanschaft. Absoluut, John. Kwaliteit is cruciaal als het gaat om elektronische apparaten. Ik ben blij dat je het hebt gezegd. Ik zal de tijd nemen om de perfecte draagbare oplader te vinden. Neem de tijd en kies verstandig, John. Het is een investering die u goed van pas zal komen. Bedankt voor je advies, Anna. Ik waardeer je inbreng. Je bent van harte welkom, John. Ik ben er altijd om te helpen. Laat het me weten als je meer informatie nodig hebt. Ik zal het doen, Anna. Uw expertise is waardevol en ik ben dankbaar voor uw hulp. Het is mij een genoegen, John. Ik wil ervoor zorgen dat u een weloverwogen beslissing neemt. Zo blijf je altijd opgeladen en kom je nooit meer zonder batterij te zitten. Proost, John. Mogen je nieuwe draagbare oplader je verbonden houden, waar je ook bent? Absoluut. Anna, laten we het gemak en de vrijheid omarmen die een draagbare oplader biedt. Les 5 Dankbaarheid en Hulp Bedankt voor je hulp. Je bent van harte welkom. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Ik ben er altijd om te helpen. John, aarzel niet om contact op te nemen als je nog iets nodig hebt. Ik waardeer je steun. Het is geruststellend om te weten dat ik op je kan rekenen. Ik ben blij dat ik kon helpen, John. We zijn een team en elkaar steunen is belangrijk. Absoluut, Anna. Samen kunnen we geweldige dingen bereiken. Is er iets specifieks waar je op dit moment hulp bij nodig hebt? Eigenlijk kan ik wel wat begeleiding gebruiken bij het organiseren van deze bestanden. Ze worden behoorlijk overweldigend. Ik begrijp het. Laat me eens kijken hoe we het proces kunnen stroomlijnen. Dat zou fantastisch zijn, Anna. Jouw expertise in organisatie is van onschatbare waarde. Bedankt voor je vriendelijke woorden, John. Ik zal mijn best doen om het bestandssysteem te vereenvoudigen en te optimaliseren. Ik vertrouw op je oordeel, Anna. Je aandacht voor detail is indrukwekkend. Het hoort allemaal bij het werk, John. Het voor iedereen makkelijker maken is ons doel. Ik ben dankbaar dat ik jou als collega heb. Jouw toewijding en steun maken een groot verschil. Het gevoel is wederzijds, John. We vormen een geweldig team en ik waardeer ook je harde werk. Bedankt, Anna. Het is belangrijk om elkaar te erkennen en te verheffen. Absoluut, John. Een positieve en ondersteunende werkomgeving komt iedereen ten goede. Als er iets is waar ik je mee kan helpen, aarzel dan niet om het me te laten weten. Ik waardeer je aanbod, John. Ik zal dat in gedachten houden. We zijn er om elkaar te helpen succesvol te zijn. Dat is de geest, Anna. Samen kunnen we elke uitdaging overwinnen. Inderdaad, John. Samenwerking en wederzijdse ondersteuning zijn de sleutel tot ons collectieve succes. Nogmaals bedankt, Anna. Uw hulp en bereidheid om te helpen zijn echt van onschatbare waarde. Je bent van harte welkom, John. Het is mij een genoegen om u van dienst te kunnen zijn. Laten we blijven samenwerken om onze doelen te bereiken. Absoluut, Anna. Met teamwerk en ondersteuning kunnen we geweldige dingen bereiken. Op naar onze voortdurende samenwerking en succes. Proost, Anna, laten we doorgaan en een verschil maken. Inderdaad, John, samen kunnen we alles bereiken. Les 6. Boeiende activiteiten voor kinderen. Ik heb nagedacht over leuke activiteiten voor kinderen. Het kan hen bezighouden en het oplossen van problemen aanmoedigen. Dat is een geweldig idee, John. Boeiende activiteiten vermaken niet alleen, maar bevorderen ook hun cognitieve ontwikkeling. Precies, Anna. Ik wil ze kansen bieden om te leren en te groeien terwijl ze plezier hebben. Heb je aan puzzels en hersenkrakers gedacht? Ze kunnen zowel uitdagend als vermakelijk zijn. Dat is een geweldige suggestie. Puzzels kunnen hun kritisch denk- en probleemoplossend vermogen verbeteren. Een andere optie kunnen bouwstenen of bouwsets zijn, ze bevorderen creativiteit en ruimtelijk inzicht. Bouwstenen zijn fantastisch om hun motoriek en verbeelding te ontwikkelen. Kunst- en ambachtsactiviteiten zijn ook aantrekkelijk. Ze stellen kinderen in staat zichzelf te uiten en hun creativiteit te ontdekken. Absoluut. Anna. Schilderen, tekenen of knutselen kan een geweldige uitlaatklep zijn voor hun artistieke vaardigheden. Wetenschappelijke experimenten kunnen zowel leerzaam als opwindend zijn. Ze moedigen nieuwsgierigheid en wetenschappelijk denken aan. Ik hou van het idee om er eenvoudige experimenten mee uit te voeren. Het wekt hun interesse in de wereld om hen heen. Buitenspelen en sporten zijn geweldig voor hun lichamelijke ontwikkeling en sociale interactie. Buitenactiviteiten bevorderen een actieve levensstijl en leren hen belangrijke waarden voor teamwerk en sportiviteit. Bordspellen en kaartspellen zijn uitstekend geschikt voor familiebanden en strategisch denken. Bordspellen bieden een perfecte gelegenheid voor quality time en vriendschappelijke wedstrijden. Vergeet het lezen niet. Kinderen aanmoedigen om te lezen kan deuren openen naar nieuwe werelden en hun kennis uitbreiden. Lezen is van fundamenteel belang, het stimuleert hun verbeelding en verbetert hun taalvaardigheden. Onderschat tot slot de kracht van gratis spelen niet. Kinderen de kans geven om hun eigen games te ontdekken en te maken is ook waardevol. Je hebt gelijk, Anna. Vrij spelen bevordert hun onafhankelijkheid en helpt hen probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen. Door een verscheidenheid aan boeiende activiteiten aan te bieden, kunnen we kinderen bezighouden en hun holistische ontwikkeling stimuleren. Zeker. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen leuke en leerzame activiteiten. Mee eens, John. Laten we een omgeving creëren die hun groei bevordert en hen enthousiast houdt om te leren. Dit zijn twee boeiende activiteiten die jonge geesten inspireren en boeien. Proost, John. Mogen onze inspanningen zorgen voor een vreugdevolle en verrijkende ervaring voor de kinderen. Absoluut. Anna, laten we ze in staat stellen om te ontdekken, te leren en de beste versie van zichzelf te worden. Samen kunnen we een positieve impact hebben op hun leven en hun toekomst vormgeven. Inderdaad, Anna, onze toewijding aan hun groei en geluk is van onschatbare waarde. Les 7: Droomreisbestemmingen. In het buitenland, ja, ik heb altijd al naar Europa willen gaan. Hoe zit het met jou, Anna? Europa staat ook op mijn droomreislijst, John. Het is zo'n fascinerend continent. De geschiedenis, de cultuur en de prachtige landschappen zijn allemaal zo boeiend. Absoluut. Ik zou graag de historische bezienswaardigheden willen verkennen en me willen onderdompelen in de diverse Europese culturen. Welke landen in Europa staan bovenaan je lijst? Italië is voor mij altijd een droombestemming geweest. De kunst, de architectuur en de heerlijke keuken zijn onweerstaanbaar. Italië is ongelooflijk. Ik zou graag Rome, Florence en Venetië bezoeken. Die steden staan zeker ook op mijn lijstje dat je gezien moet hebben. De oude ruïnes in Rome en de romantische grachten van Venetië zijn iconisch. Een ander land dat ik graag zou bezoeken is Frankrijk, Parijs, de stad van de liefde en het prachtige Franse platteland. Frankrijk is betoverend. De Eiffeltoren, het Louvre en de charmante dorpjes maken het tot een droombestemming. Heb je ooit overwogen om de Scandinavische landen zoals Noorwegen of Zweden te verkennen? Ja, absoluut. De adembenemende fjorden van Noorwegen en de schilderachtige landschappen van Zweden staan op mijn bucketlist voor reizen. Het Noorderlicht in Noorwegen moet een betoverende aanblik zijn. Ik kan het me alleen maar voorstellen. Het is een natuurverschijnsel waar ik graag getuige van zou willen zijn. Hoe zit het met jou, John? Heb je nog andere bestemmingen die je altijd al wilde verkennen? Griekenland heeft me altijd gefascineerd. De oude ruïnes. De prachtige eilanden en de rijke geschiedenis zijn allemaal zo intrigerend. Griekenland staat zeker ook op mijn lijstje. Santorini en Athene staan aan de top van mijn plaatsen die ik moet bezoeken. We moeten zeker samen een reis plannen, John. Europa verkennen zou een geweldig avontuur zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Anna. Het zou een droom zijn die uitkomt om te reizen en deze ongelooflijke bestemmingen te ervaren. Laten we er een doel van maken om onze reisdromen waar te maken. John. Het leven is te kort om de wereld niet te verkennen. Ik ben het daarmee eens, Anna. Laten we beginnen met sparen en plannen maken voor ons Europese avontuur. Absoluut, John. De wereld wacht op ons om haar wonderen te ontdekken. We zetten ons in om onze reisdromen waar te maken en onvergetelijke herinneringen te creëren. Proost, John. Mogen onze avonturen ons heinde en verre brengen. Inderdaad, Anna. Laten we samen aan deze reis beginnen en onze dromen waarmaken. Samen kunnen we de wereld verkennen en een leven lang gekoesterde ervaringen creëren. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft voor onze reisavonturen. Anna. De mogelijkheden zijn eindeloos, John. Laten we ervoor zorgen. Absoluut, Anna. Laten we onze reisdromen werkelijkheid maken, bestemming voor bestemming. Les 8: Opties voor entertainment. Perfect. We zouden genoeg opties moeten hebben om onszelf te vermaken. Absoluut, John. Voor wat voor entertainment ben je in de stemming? Wat dacht je van een film kijken? We kunnen kiezen uit verschillende genres. Dat klinkt geweldig. Ik geniet van een goede actie- of thrillerfilm. Hoe zit het met jou? Ik sta overal voor open, maar ik hou ook van comedies en drama's. Laten we door onze filmcollectie bladeren en iets kiezen dat we allebei leuk vinden. Dat klinkt als een plan. We hebben een breed scala aan films om uit te kiezen. Heb je een favoriete film die je graag zou willen zien? Ik ben altijd al fan geweest van The Shoshank Redemption. Het is een klassieker. Dat is een geweldige keuze. Het is een krachtige en inspirerende film. Hoe zit het met jou, Anna? Is er een film die je altijd al wilde zien? Ik heb veel goede dingen gehoord over La La Land. Het is een musical met goede recensies. Klinkt interessant. Ik ben klaar om naar een musical te kijken. Laten we het eens proberen. Geweldig! We hebben onze filmselectie. Laten we nu de thuisbioscoop opzetten. Ik pak de popcorn en de drankjes terwijl jij de knusse dekens klaarmaakt. Perfect! We kunnen een comfortabele en meeslepende filmervaring creëren. Ik zorg er ook voor dat de geluids- en beeldkwaliteit van topklasse is. Dat is belangrijk voor de volledige bioscoopervaring. Alles is klaar. Zullen we de film starten? Ja, laten we de lichten dimmen en aan ons filmavontuur beginnen. Ik hou van de voorpret vlak voor de film begint. Het is alsof je een paar uur in een andere wereld bent beland. De film begint. Laten we ons onderdompelen in het verhaal. Ik ben benieuwd hoe de plot zich ontvouwt en de personages zich ontwikkelen. Het acteerwerk en de cinematografie in deze film zijn uitzonderlijk. Daar ben ik het mee eens. Het is indrukwekkend hoe films ons naar verschillende emoties en plaatsen kunnen brengen. Dat is het mooie van verhalen vertellen door middel van film. Absoluut. Het is een vorm van kunst die ons hart en onze geest kan raken. Ik ben blij dat we voor deze film hebben gekozen. Het is boeiend van begin tot eind. Het doet zijn reputatie zeker eer aan. De muziek en optredens zijn uitstekend. We hebben de perfecte keuze gemaakt voor onze filmavond. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Het was een geweldige avond vol entertainment. Inderdaad, Anna. We hebben tal van mogelijkheden om onszelf te vermaken en onvergetelijke momenten te creëren. Laten we doorgaan met het verkennen van verschillende vormen van entertainment en genieten van onze tijd samen. Absoluut, Anna. Hier zijn nog meer filmavonden en spannende ervaringen. Proost, John. Mogen onze entertainmentkeuzes altijd vreugde en inspiratie brengen? Ik had het niet beter kunnen verwoorden, Anna. Laten we het entertainment draaiende houden. Samen kunnen we nieuwe werelden en verhalen ontdekken door middel van verschillende vormen van entertainment. Ik kijk uit naar ons volgende avontuur, Anna. Laten we het onvergetelijk maken. De mogelijkheden zijn eindeloos, John. Laten we de wereld van entertainment omarmen en ons erdoor laten inspireren. Inderdaad, Anna. Laten we beginnen aan deze reis van entertainment en onderweg dierbare herinneringen creëren. Les 9. Reflectie door te schrijven. Ik probeer elke avond voor het slapengaan te schrijven. Het helpt me om na te denken over de dag. Dat is een geweldige gewoonte, John. Schrijven kan een krachtig hulpmiddel zijn voor zelfreflectie. Het stelt me in staat om mijn gedachten en emoties te verwerken, wat me helpt om helderheid te krijgen. Ik begrijp hoe schrijven therapeutisch kan zijn. Hoe ga je om met schrijven? Ik begin meestal met het opschrijven van de hoogtepunten van de dag, zowel positief als negatief. Het is dus alsof je de essentie van je dag in woorden vastlegt. Precies. Het helpt me de goede momenten te waarderen en van de uitdagingen te leren. Heb je een specifieke indeling of structuur voor je schrijven? Niet noodzakelijk. Ik laat mijn gedachten vrij stromen, zonder enige beperking. Dat is geweldig. Het zorgt voor een oprechte uitdrukking van je gedachten en gevoelens. Inderdaad. Ik vind het bevrijdend om mijn gedachten zonder oordeel op papier te zetten. Heb je veranderingen in je manier van denken of perspectief opgemerkt sinds je met deze oefening bent begonnen? Absoluut. Schrijven heeft me geholpen om mezelf en mijn ervaringen beter te begrijpen. Het is verbazingwekkend hoe zelfreflectie kan leiden tot persoonlijke groei en zelfbewustzijn. Schrijven helpt me ook om patronen te identificeren en waar nodig bij te sturen. Dat is een waardevol inzicht. Het is alsof je een verslag hebt van je persoonlijke reis. Ja, precies. Het is alsof je een tastbare herinnering creëert aan mijn vooruitgang en evolutie. Bekijk je ooit je geschriften uit het verleden opnieuw? Af en toe. Het is interessant om te zien hoe mijn gedachten en perspectieven zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Het moet een zinvolle manier zijn om je persoonlijke ontwikkeling bij te houden. Dat is het zeker. Het is een bewijs van de kracht van zelfreflectie en groei. Ik ben geïnspireerd om zelf eens te proberen met schrijven. Het lijkt een nuttige praktijk. Ik moedig je aan om dat te doen, Anna. Het kan een lonende en introspectieve ervaring zijn. Ik ga zeker schrijven in mijn dagelijkse routine opnemen. Dat is geweldig om te horen. Ik denk dat het je veel inzichten en momenten van zelfontdekking zal opleveren. Bedankt dat je je schrijfoefening met me hebt gedeeld, John. Het is echt inspirerend. Je bent van harte welkom, Anna. Ik ben blij dat ik je kon aanmoedigen om aan deze reflectiereis te beginnen. Samen kunnen we de kracht van schrijven en de impact ervan op onze persoonlijke groei verkennen. Absoluut, Anna, laten we blijven nadenken, groeien en elkaar inspireren door te schrijven. Dit is de transformerende kracht van zelfreflectie en het geschreven woord. Proost, Anna. Mogen onze schrijfreizen ons naar meer begrip en voldoening leiden? Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Laten we de schrijfkunst omarmen en ons daarbij laten leiden. Inderdaad, Anna. Laten we doorgaan met schrijven, nadenken en evolueren. Les 10. Handige souvenirs kiezen. Souvenirs, dat is handig. Wat moet ik dragen naar de komende conferentie? Het is belangrijk dat je je professioneel kleedt voor een conferentie, John. Daar ben ik het mee eens. Ik wil een goede indruk maken en mijn respect tonen voor het evenement. Een pak en stropdas zouden geschikte kleding zijn voor een formele conferentie. Klinkt goed. Ik zorg ervoor dat mijn pak droog en klaar is. Dat is een slimme zet, John. Het is het beste om van tevoren voorbereid te zijn. Absoluut. Laten we het nu over souvenirs hebben. Wat zijn jouw gedachten? Ik vind dat souvenirs gemakkelijk mee te nemen en zinvol moeten zijn. Daar ben ik het mee eens. Iets dat de essentie weerspiegelt van de plek die we bezoeken. Hoe zit het met kleine voorwerpen zoals sleutelhangers of magneten met lokale symbolen? Dat is een geweldig idee. Ze zijn compact en kunnen ons aan onze reis herinneren. We kunnen ze gemakkelijk in onze tassen verpakken zonder veel ruimte in te nemen. En het zijn geweldige cadeaus voor familie en vrienden thuis. Precies. Ze zijn een doordachte manier om onze reiservaringen te delen. Hoe zit het met culturele of traditionele souvenirs? Ze kunnen ook interessant zijn. Ze voegen zeker een uniek tintje toe. We kunnen op zoek gaan naar handgemaakte ambachten of lokale kunstwerken. Dat is een geweldige suggestie. Het is alsof je een stukje lokale cultuur meeneemt. En het ondersteunt lokale ambachtslieden en hun vakmanschap. Ik hou van het idee om souvenirs te hebben die niet alleen decoratief, maar ook functioneel zijn. Dat is een praktische aanpak. We kunnen bijvoorbeeld een traditioneel keukengerij of een praktisch accessoire kopen. Het voegt waarde toe aan het souvenir en maakt het meer dan alleen een decoratief item. We kunnen ook items overwegen die persoonlijk verband houden met onze interesses of hobby's. Dat is een creatieve manier om souvenirs te kiezen. Het geeft een persoonlijk tintje aan de selectie. Het is alsof je iets vindt dat resoneert met onze individualiteit. Ik ben blij dat we op één lijn zitten als het gaat om het kiezen van souvenirs. Het is belangrijk om rekening te houden met wat we meenemen van onze reizen. Absoluut. We willen souvenirs die zinvol en handig zijn en onze ervaringen weerspiegelen. En laten we niet vergeten om van de reis zelf te genieten en blijvende herinneringen te creëren. Je hebt gelijk, Anna. De souvenirs zijn slechts een klein deel van de totale reiservaring. Laten we ons concentreren op het onderdompelen in de cultuur, contact maken met mensen en ontdekken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het zijn de herinneringen die we maken die de meest waardevolle souvenirs zijn. Inderdaad, John. Laten we het plezier van reizen omarmen en samen onvergetelijke momenten creëren. Samen kunnen we herinneringen en ervaringen verzamelen die ons voor altijd bijblijven. Hier zijn enkele zinvolle souvenirs en onvergetelijke avonturen. Proost, Anna. Mogen onze reizen gevuld zijn met gemak, betekenis en dierbare herinneringen? Ik had het niet beter kunnen verwoorden, John. Laten we onze reizen beginnen met een open hart en een open geest. Absoluut, Anna. Laten we doorgaan met het ontdekken, leren en verzamelen van souvenirs die onze unieke verhalen vertellen. Inderdaad, John, laten we van elke reis een onvergetelijke ervaring maken. Les 11, Beginnerscursus. Goedemorgen, Anna. Heb je gehoord dat de beginnersles volgende week begint? Ja, dat heb ik. Het klinkt interessant. Ik wilde al een hele tijd een nieuwe taal leren. Dat is geweldig om te horen. Een nieuwe taal leren kan een lonende ervaring zijn. Daar ben ik het mee eens. Ik heb gehoord dat het het geheugen en de cognitieve vaardigheden kan verbeteren. Absoluut. Het opent ook deuren naar nieuwe culturen en kansen. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan. Heb je nog tips voor beginners zoals ik? Zeker. Een belangrijke tip is om regelmatig te oefenen, consistentie is cruciaal. Dat is logisch. Ik zal ervoor zorgen dat ik elke dag tijd vrijmaak om te oefenen. Dat is een goede aanpak. Het is beter om korte, frequente oefensessies te hebben. Ik zal dat in gedachten houden. Hoe zit het met luistervaardigheden? Enig advies daarvoor? Luisteren is cruciaal bij het leren van talen. Probeer jezelf onder te dompelen in de taal. Hoe kan ik dat doen? Je kunt naar podcasts luisteren, films of tv-programma's bekijken in de doeltaal. Dat klinkt leuk. Ik zal het proberen. Geweldig. Wees ook niet bang om fouten te maken. Het maakt deel uit van het leerproces. Dat zal ik onthouden. Het is belangrijk om fouten te omarmen en ervan te leren. Absoluut. En nog belangrijker, luister naar je lichaam. Neem pauzes als dat nodig is. Goed advies. Ik zal ervoor zorgen dat het leerproces soepel verloopt en het niet overdrijft. Dat is verstandig. Leren moet leuk zijn, niet overweldigend. Bedankt voor de handige tips, John. Ik kijk uit naar de beginnerscursus. Je bent van harte welkom, Anna. Ik weet zeker dat je het geweldig zult doen. Geniet van je taalleerreis. Bedankt, John. Ik zal mijn best doen. Les 12: De Perfecte Rivier. Anna, ben je ooit naar de rivier in de buurt geweest? Het is perfect voor een ontspannen dag. Nee. Heb ik niet. Wat maakt het zo bijzonder? Nou, het heeft kristalhelder water en een serene sfeer. Het is echt pittoresk. Dat klinkt heerlijk. Ik zal het eens moeten proberen. Dat zou je moeten doen. Het is een geweldige plek om tot rust te komen en contact te maken met de natuur. Is er een specifieke activiteit die je aanbeveelt om daar te doen? U kunt een ontspannen wandeling maken langs de rivieroever of picknicken aan het water. Dat klinkt heerlijk. Ik kan me de rust van de omgeving voorstellen. Het is zelfs nog mooier tijdens zonsondergang. De kleuren die op het water weer kaatsen zijn adembenemend. Ik zal ervoor zorgen dat ik in die tijd op bezoek kom. Het moet een magisch gezicht zijn. Zeker. En als je avontuurlijk ingesteld bent, kun je gaan kajakken of kanoën. Oh, dat heb ik altijd al willen proberen. Het klinkt als een leuke en opwindende ervaring. Dat is het. Vergeet niet om een reddingsvest te dragen en de veiligheidsrichtlijnen te volgen. Veiligheid op de eerste plaats natuurlijk. Ik zal dat in gedachten houden. Geweldig. Ik weet zeker dat je zult genieten van je tijd aan de rivier. Het is een verborgen juweeltje. Bedankt dat je dit met me hebt gedeeld, John. Ik kijk ernaar uit om het te ontdekken. Graag gedaan, Anna. Ik hoop dat je een geweldige tijd hebt en mooie herinneringen creëert. Bedankt, John. Ik zal de ervaring koesteren. Les 13: Avontuur in Thailand. Hallo, Anna. Ik heb gehoord dat je een reis aan het plannen bent. Kun je me er meer over vertellen? Ja, John, ik ben een avontuur aan het plannen in Thailand. Ik ben zo opgewonden. Dat klinkt geweldig. Thailand heeft zoveel te bieden. Waar wil je heen? Ik denk eraan om in Bangkok te beginnen en dan het noorden van het land te verkennen. Bangkok is een bruisende stad met een rijk cultureel erfgoed. Je zult het daar geweldig vinden. Ik heb gehoord over de prachtige tempels en bruisende markten. Kan niet wachten om ze te zien. Breng zeker een bezoek aan het Gro Palace en Wateroen. Het zijn attracties die je niet mag missen. Ik voeg ze zeker toe aan mijn lijst. Heb je aanbevelingen voor het noorden? Chiang Mai is een populaire bestemming in het noorden. Het staat bekend om zijn tempels en buitenactiviteiten. Ik heb gehoord over de olifantenreservaten daar. Ik zou dat graag willen ervaren. Dat is een geweldig idee. Zorg er wel voor dat je een ethisch opvangcentrum kiest waar de olifanten goed worden behandeld. Ik zal mijn onderzoek doen en een betrouwbare vinden. Ik wil verantwoord toerisme steunen. Dat is een lovenswaardige aanpak, Anna. Thailand heeft ook een prachtige natuurlijke schoonheid. Ik heb foto's gezien van de Faifi-eilanden en de stranden van Krabi. Ze zien eruit als een paradijs. Dat zijn ze echt. Het heldere turkoois water en de kalkstenen kliffen zijn een lust voor het oog. Ik droom er nu al van om daar te snorkelen en te zonnebaden. Het klinkt als een droom die uitkomt. Het wordt een onvergetelijke ervaring. Anna. Vergeet niet de heerlijke Thaise keuken te proberen. Oh, ik ben een grote fan van Thais eten. Ik kan niet wachten om te genieten van alle smaken en specerijen. Je zult een tractatie te wachten staan. De Thaise keuken staat bekend om haar gedurfde en levendige smaken. Bedankt voor alle aanbevelingen, John. Ik word steeds enthousiaster over mijn reis. Graag gedaan, Anna. Ik weet zeker dat je een ongelooflijk avontuur zult beleven in Thailand. Geniet van elk moment. Bedankt, John. Ik zal er het beste van maken en herinneringen creëren die een leven lang meegaan. Les 14. De perfecte schaduw vinden. Hallo Anna, ik zie dat je door de cosmetica-sectie bladert. Is er iets dat je aandacht trekt? Ja, John, ik ben op zoek naar een nieuwe stichting. Ik wil mijn perfecte tint vinden. Dat is geweldig. Het vinden van de juiste tint kan een groot verschil maken in hoe je eruit ziet en hoe je je voelt. Zeker, ik wil iets dat naadloos bij mijn huidskleur paast. Heb je geprobeerd verschillende tinten op je hand of kaaklijn te swatchen? Ja, dat heb ik gedaan, maar soms is het moeilijk om de ware kleur te zien bij kunstlicht. Dat is waar. Het is het beste om de kleuren in natuurlijk licht te testen om een nauwkeurigere match te krijgen. Ik zal ervoor zorgen dat ik naar buiten ga en bij daglicht naar de zonwering kijk. Goed idee. Denk ook aan de ondertoon van je huid. Is het warm, koel cool of neutraal? Ik denk dat ik een warme ondertoon heb. Dus ik moet op zoek gaan naar foundations met een gele of gouden ondertoon. Toch? Precies. Dat zal je helpen een tint te vinden die bij je huidskleur paast. Ik zal dat in gedachten houden. Ik wil mezelf verzekerd en natuurlijk voelen in mijn foundation. Dat is belangrijk, Anna. Wees niet bang om monsters te vragen om thuis te proberen voordat je een aankoop doet. Dat is een goede suggestie. Ik kan de kap testen bij verschillende lichtomstandigheden en zien hoe hij aanvoelt op mijn huid. Absoluut. Onthoud dat het doel is om je natuurlijke schoonheid te verbeteren, niet te maskeren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik wil me goed voelen over mijn keuze en een gezond ogende tint hebben. Ik weet zeker dat je de perfecte tint zult vinden. Anna, neem de tijd en geniet van het proces. Bedankt, John. Ik waardeer je advies. Ik ben verheugd om mijn ideale basis te vinden. Je bent van harte welkom, Anna. Ik ben ervan overtuigd dat je een goede keuze zult maken. Omarm je schoonheid en voel je geweldig. Bedankt, John. Ik kan niet wachten om mijn perfecte tint te vinden en me er goed bij te voelen. Les 15: Een perfecte combinatie, Anna. Heb je ooit schilferige vis geprobeerd? Het is heerlijk. Ja, John. Ik ben dol op de delicate textuur en smaak van schilferige vis. Het is een perfecte combinatie van tederheid en mildheid, niet waar? Absoluut. De manier waarop het gewoon in je mond smelt, is zo bevredigend. Heb je een favoriete soort schilferige vis? Ik ben een grote fan van kabeljauw. Het is veelzijdig en werkt goed in verschillende recepten. Kabeljauw is een goede keuze. Het staat bekend om zijn schilferige textuur en milde smaak. Ik geniet ervan gebakken met een knapperige broodkruimeltopping. Zo smaakvol. Dat klinkt heerlijk. Ik bak graag schilferige vis in de pan en serveer deze met een scheutje citroen. De citrusachtige frisheid van citroen paast prachtig bij de vis. Het voegt inderdaad een verfrissende smaak toe die de algehele smaak verbetert. Hoe zit het met het combineren van schilferige vis met een saus of salsa? Oh ja. Een pittige tartaarsaus of een levendige mango salsa kunnen het naar een ander niveau tillen. Daar ben ik het mee eens. Het contrast van smaken verheft het gerecht en voegt een extra dimensie toe. Heb je ooit schilferige vis in vistako's geprobeerd? Het is een populaire keuze. Ja. Dat heb ik. De combinatie van krokante vis, verse tappings en zachte tortilla is fantastisch. Het is een bevredigende en smaakvolle maaltijd. Perfect voor een informele lunch of diner. Absoluut. Ik krijg honger als ik er gewoon over praat. Nou. Wat dacht je ervan om wat schilferige visgerechten te bestellen en er samen van te genieten? Dat klinkt als een geweldig idee, John. Laten we het doen. Geweldig. Ik kijk ernaar uit om van de schilferige vis te genieten en een heerlijke maaltijd te hebben. Ik ook. Schilferige vis. Het was zeker een perfecte combinatie. Mee eens, Anna, laten we eens kijken en genieten van dit culinaire genot. Proost, John, eet smakelijk. Les 16: Het harde werk volhouden. Anna, we gaan regelmatig naar de sportschool. Ik voel de vooruitgang. Ja, John. Het is geweldig om te zien dat de resultaten van ons harde werk vruchten afwerpen. Absoluut. Onze toewijding en toewijding beginnen zichtbaar te worden. Het is motiverend om de veranderingen in onze kracht en uithoudingsvermogen te zien. We hebben een lange weg afgelegd sinds we begonnen zijn. Laten we onszelf blijven pushen. Daar ben ik het mee eens. We moeten geen genoegen nemen met middelmatigheid. Laten we streven naar grootsheid. Dat is de geest, Anna. Met de juiste mentaliteit kunnen we alles bereiken. Het is belangrijk om elke dag doelen te stellen en daar naartoe te werken. Precies. Kleine stappen leiden in de loop van de tijd tot grote transformaties. Consistentie is cruciaal. Laten we ervoor zorgen dat we komen en ons best doen. Consistentie leidt tot vooruitgang. Laten we ons blijven inzetten voor onze fitnessreis. En laten we niet vergeten om onderweg onze mijlpalen te vieren. Absoluut. Het erkennen van onze prestaties zal ons gemotiveerd houden. Ik ben dankbaar dat ik een trainingsmaatje zoals jij heb, John. We kunnen elkaar steunen. Zo ook, Anna. Het hebben van een betrouwbare partner maakt de reis aangenamer. Samen kunnen we alle uitdagingen overwinnen en nieuwe hoogten bereiken. Dat is de geest, Anna. Laten we hard blijven werken en de gewenste resultaten zien. Absoluut. Onze vastberadenheid zal ons naar succes leiden. Laten we er alles aan doen. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Laten we onszelf blijven pushen en de reis omarmen. Hier zijn onze gezondheids- en fitnessdoelen. Laten we ze tot een realiteit maken. Proost, Anna. Laten we de sportschool veroveren en grootsheid bereiken. Les 17. Toenemende zorg voor bedrijven. Anna, er is een groeiende zorg voor bedrijven om aan de verwachtingen van de consument te voldoen. Absoluut, John. Consumenten eisen steeds meer producten en diensten van hogere kwaliteit. Het is cruciaal voor bedrijven om zich aan te passen en de concurrentie voor te blijven. Ja. Ze moeten de veranderende behoeften en voorkeuren van hun doelgroep begrijpen. Klanttevredenheid moet een topprioriteit zijn voor elk succesvol bedrijf. Tevreden klanten worden eerder loyale, terugkerende klanten. En tevreden klanten kunnen ook merkambassadeurs worden en positieve mond-tot-mond -mond reclame verspreiden. Bedrijven moeten investeren in het opbouwen van sterke relaties met hun klanten. Het bieden van uitstekende klantenservice kan een groot verschil maken. Absoluut. Klanten waarderen persoonlijke aandacht en snelle reacties. Bedrijven moeten luisteren naar de feedback van klanten en dienovereenkomstig verbeteringen aanbrengen. Continu verbetering is essentieel voor succes op lange termijn. Het is belangrijk voor bedrijven om innovatief te blijven en unieke waardeproposities aan te bieden. Als u zich onderscheidt van de concurrentie, kunnen bedrijven floreren. En bedrijven moeten ook prioriteit geven aan duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de impact die bedrijven hebben op het milieu en de samenleving. Door duurzame praktijken toe te passen, kunnen bedrijven milieubewuste consumenten aantrekken. Het is een win-win situatie voor zowel het bedrijf als het milieu. Bedrijven die aansluiten bij de waarden van hun klanten kunnen vertrouwen en loyaliteit opbouwen. En op hun beurt kunnen loyale klanten bijdragen aan de groei en het succes van een bedrijf. Het is een symbiotische relatie die gekoesterd en gewaardeerd moet worden. Absoluut, John. Bedrijven moeten er voortdurend naar streven om aan de verwachtingen van klanten te voldoen en deze te overtreffen. Door dit te doen, kunnen ze gedijen in een concurrerende markt en een positieve impact creëren. Laten we hopen dat meer bedrijven deze principes omarmen en prioriteit geven aan klanttevredenheid. Inderdaad. Anna. Op naar het succes van bedrijven die de behoeften van klanten begrijpen en daarop inspelen. Proost, John. Mogen bedrijven blijven evolueren en bloeien in dit dynamische landschap? Les 18: Taallessen als Gamechangers. Anna. Taallessen zijn echt een game als het gaat om het leren van een nieuwe taal. Absoluut, John. Ze bieden gestructureerde begeleiding en ondersteuning voor taalleerders. Het hebben van een gekwalificeerde instructeur kan een aanzienlijk verschil maken in onze taalreis. Ja. Ze kunnen waardevolle feedback geven en ons helpen onze uitspraak en grammatica te verbeteren. De taallessen bieden ook een gestructureerd curriculum, zodat we alle essentiële aspecten behandelen. Dat is waar. Het helpt ons om een sterke basis te leggen en systematisch vooruitgang te boeken. Ik ben blij dat deze klassen bestaan. Ze maken het leren van talen toegankelijker. Ze bieden een ondersteunende omgeving waar we kunnen oefenen met het spreken met medestudenten. Oefenen met anderen helpt ons om meer zelfvertrouwen te krijgen en eventuele taalbarrières te overwinnen. En taallessen bevatten vaak interactieve activiteiten om leren aantrekkelijk te maken. Interactieve activiteiten maken het leerproces leuker en effectiever. Ze stellen ons in staat om onze taalvaardigheden op een praktische en zinvolle manier te oefenen. Taallessen stellen ons ook bloot aan culturele aspecten die verband houden met de taal die we leren. Het begrijpen van de cultuur achter een taal verbetert onze algemene taalvaardigheid. Het is fascinerend om via taallessen meer te weten te komen over verschillende gebruiken en tradities. Taallessen bieden ook hulpmiddelen, zoals studieboeken en online materiaal. Deze hulpmiddelen vormen een aanvulling op ons leerproces en stellen ons in staat om buiten de les te oefenen. En taalinstituten bieden vaak aanvullende hulpmiddelen aan, zoals taaluitwisselingsprogramma's. Taaluitwisselingsprogramma's bieden de mogelijkheid om te oefenen met moedertaalsprekers. Het is een waardevolle ervaring om met moedertaalsprekers te communiceren en onze spreekvaardigheid te verbeteren. Taallessen creëren echt een ondersteunende en meeslepende leeromgeving. Ik ben dankbaar voor de kansen die ze bieden tijdens onze taalreis. Absoluut, Anna. Laten we het beste uit deze lessen halen en onze taalvaardigheden blijven uitbreiden. Mee eens, John. Dit zijn de taallessen die het spel voor taalleerders veranderen. Proost, Anna. Laten we het leerproces omarmen en de talen die we bestuderen beter worden. Les 19. Een kruidenierswinkel organiseren. Anna, heb je er ooit over nagedacht om een kruidenierswinkel te organiseren? Absoluut, John. Het is belangrijk om een logische indeling te hebben om de winkelervaring te verbeteren. Een idee is om secties te hebben die zijn gewijd aan verschillende voedselcategorieën. Dat is logisch. Klanten kunnen gemakkelijk vinden wat ze nodig hebben zonder rond te dwalen. We zouden een afdeling kunnen hebben voor groenten en fruit, waar een verscheidenheid aan verse producten wordt tentoongesteld. Dat zou het voor klanten gemakkelijk maken om hun favoriete groenten en fruit te selecteren. Een ander gedeelte zou kunnen worden gewijd aan zuivelproducten, zoals melk, kaas en yoghurt. Een speciale ruimte voor zuivel zou het voor klanten gemakkelijker maken om die artikelen te vinden. We zouden ook een afdeling kunnen hebben voor droge goederen, zoals granen, pasta en ontbijtgranen. Op die manier kunnen klanten snel basisartikelen voor hun voorraadkast vinden. Het zou handig zijn om ook een apart gedeelte te hebben voor vlees en zeevruchten. Op die manier hebben klanten gemakkelijk toegang tot verse stukken vlees en zeevruchten. En laten we een gedeelte niet vergeten voor bakkerijproducten, zoals brood. Gebak en gebak. Het hebben van een speciale bakkerijafdeling zou het aantrekkelijk maken voor klanten met een zoete kou. We moeten ook een sectie overwegen voor diepvriesproducten, waaronder groenten, fruit en kantenklare maaltijden. Op die manier kunnen klanten gemakkelijk diepvriesproducten inslaan. En laten we een gedeelte voor dranken niet over het hoofd zien, waaronder water, sappen en koolzuurhoudende dranken. Een goed georganiseerde drankenafdeling zou het voor klanten gemakkelijker maken om hun favoriete drankjes te vinden. Ten slotte zouden we een gangpad kunnen toewijzen voor huishoudelijke benodigdheden, zoals schoonmaakmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging. Dat zou ervoor zorgen dat klanten gemakkelijk alledaagse spullen kunnen vinden die ze nodig hebben voor hun huis. Door de supermarkt op deze manier te organiseren, zou de winkelervaring voor klanten worden gestroomlijnd. Absoluut, John. Het zou het voor iedereen efficiënter en leuker maken. Laten we hopen dat supermarkten met deze ideeën rekening houden om de winkelervaring te verbeteren. Mee eens, John. Hier zijn twee goed georganiseerde supermarkten die winkelen een fluitje van een cent maken. Proost, Anna. Mogen supermarkten een handige en aangename omgeving creëren voor het winkelend publiek? Les 20. Opties voor gedeelde of privékamers. Anna, als het op accommodaties aankomt, geef je de voorkeur aan een gedeelde of privékamer. Het hangt ervan af, John. Beide opties hebben hun voordelen en overwegingen. Gedeelde kamers kunnen budgetvriendelijker zijn, vooral als u alleen reist. Dat is waar. Een kamer delen met anderen kan helpen om de kosten te verdelen en geld te besparen. Het kan ook een geweldige kans zijn om nieuwe mensen te ontmoeten en reisgenoten te maken. Aan de andere kant bieden privékamers meer privacy en rust. Met een privékamer heb je je eigen ruimte en kun je ontspannen zonder onderbrekingen. Het is vooral handig als u waarde hecht aan rust en stilte tijdens uw reizen. Privacy in een privékamer is vooral belangrijk voor stellen of gezinnen. Ja, met een privéruimte kunnen stellen en gezinnen samen quality time doorbrengen. Gedeelde kamers kunnen een uitstekende optie zijn voor individuele reizigers die een praatje willen maken. Absoluut. Een verblijf in een gedeelde kamer kan mogelijkheden bieden voor culturele uitwisseling. Het is echter essentieel om rekening te houden met factoren zoals geluidsniveaus en slaapplaatsen in gedeelde kamers. Dat is waar. Een kamer delen betekent dat je je moet aanpassen aan verschillende schema's en gewoontes. Privekamers bieden meer flexibiliteit en controle over uw omgeving. Je kunt de vrijheid hebben om te komen en gaan wanneer je wilt, zonder anderen te storen. Het is belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen op basis van je voorkeuren en reisdoelen houd rekening met het doel van uw reis en het gewenste comfortniveau. Sommige accommodaties bieden hybride opties, zoals privékamers met gedeelde gemeenschappelijke ruimtes. Dat kan een goed compromis zijn, dat zowel privacy als mogelijkheden voor interactie biedt. Uiteindelijk komt het neer op persoonlijke voorkeur en het soort ervaring dat je zoekt. Of het nu gedeeld of privé is, het is belangrijk om accommodaties te kiezen die aansluiten bij uw behoeften. Absoluut, Anna. Laten we hopen dat reizigers de perfecte kameroptie vinden om hun algehele reiservaring te verbeteren. Mee eens, John. Hier zijn twee accommodaties die tegemoetkomen aan uiteenlopende voorkeuren en die een comfortabel verblijf bieden. Proost, Anna. Veel reizigers vinden hun ideale kameroptie en genieten met volle teugen van hun reis.